Een hele goede middag en welkom bij deze nieuwe vlog. Het is vandaag een zaterdag en waar gaan wij naartoe? Naar Vrijlanden! Nee, dat is hier niet. Even wacht. We wilden eigenlijk naar een kermis in Elst. Alleen we waren even vergeten dat er dus twee Elsten zijn. En we waren bij de verkeerde. Dus, nou hadden we hier ook bij het restaurant geboekt om 4:30. Ik denk, nou kunnen we mooi nog 2 uurtjes naar de kermis. Maar nee, te vergeefs. Misschien dat we even op de terugweg gaan. Maar nou zagen we wel hier in het dorpje een grote markt. Dus dan gaan we daar maar even kijken, totdat we kunnen eten. Kijk, dat is luis, hè? Ja. We mogen die niet maar pakken. We mogen niet Nee, dus we gaan heel even kijken. Anders kunnen we misschien nog op de terugweg heel even bij de kermis stoppen. Hier is geen kermis. Mama heeft zich vergist. Stom, hè? Papa! Oh, die hoorde ik. Dat was een hele harde meid. Kunst? Gezellig, hè, Bente? Mooie kermis. Wat zijn de kermis? Nee, die is er niet. Maar we gaan zo meteen lekker eten, hè? Wel mooi hier. Ja, dat kan. Kijk hoe mooi hier. We zijn even van de markt af. Even wachten, want ik weet niet waar Danny is. Dat is giftig, hè? Ja, dat is giftig, dus doe dat maar niet. Het is blauwe regen. Voor dieren helemaal. Voor kinderen weet ik niet, maar ik heb dat toen gelezen, want dat wilde ik in de tuin. Toen stond erbij, zaden zijn giftig. Of die peulen die eraan groeien, dus dan raak maar niet aan. We gaan even hier kijken op het terras. Die markt was meer een beetje een soort kunstachtige, zweverige dingen. Krooi. Dat was niet echt. Wat is dit? Lekker een slot met een kasteel? Dit is kasteel Amerongen. Amerongen? Denk ik. Kasteel Amerongen. Nou, een beetje cultuursnuif hier. Nog een brug. Nog een brug, hè? Bij kastelen horen 2 bruggen. Kijk eens hoe mooi ook zo met die blauwe regen helemaal langs dat dak. Ja, niet leuk? Hè? Nou. Zitten. We kunnen over een uur eten, dus dat scheelt. Mooi. Terrasje. En dan uitkijken op het landgoed met kasteel. Ik denk dat het te vergeefs is, Danny Benny. Oh, proosten. Oh, sorry hoor. Ja, kom dan. Ja, proost. En wat ga je dadelijk eten? Wat ga je zo meteen eten? Sushi! Sushi? Yes. Oh, lekker hoor. En dan kan je daar weer lekker spelen. Ga je ook sminken? En wat ga je doen deze keer? Wat word je? Een vlinder? Een tijger? Ik word een tijger. Een tijger? Of een beetje? Nee, niet ook. Of een unicorn. Een avond. Of een koe. Ja. Of een paard. Ja. Of een oma. Een oma? Ja. Oh, nou, dat wil ik wel zien. Een opa.
Nou, we gaan zo meteen, hè. Oh, lekker, oh vriendin. Ga je daar lekker spelen na het eten? En drinken. Ja, en drinken. Bent even hier lekker sushi. De sojaboontjes, hè. Lekker hoor. Mama ook een beetje, maar dan de figa. Eet smakelijk. Octopus. Dan mag jij nog niet in. Nou, daar is de kermis. Ho ho! Nee, dat mag jij niet. Ja, hij zit, hè. En een unicorn ei? Ja, neem maar mee. Gaan we thuis openmaken. Kom, mee. Oh! Geld uitgegeven. Het is mooi geweest. We gaan naar huis. Kom, Bente. Deze kant op. Ga je thuis nog even openmaken? Morgen wordt het ook mooi weer. Dan kunnen we lekker in de tuin spelen. Lekker naar huis, jongens. Tot morgen. Nee. Pak mama bang. Het is moederdag. Ik heb rust. Goedemorgen. En iedereen gefeliciteerd met moederdag. Voor alle mama's onder ons. Ik hoop dat jullie ook allemaal een leuke ochtend hebben gehad. Ik heb in ieder geval een heerlijk ontbijtje op bed gekregen. Een bakje koffie. Gebakken ei met spek. En een cadeautje. Die zal ik daar even laten zien. Want ja. Bente maakt dat natuurlijk nog zelf op school. Dus dat blijft altijd toch het leukste. Wat staat er op de planning? Ik doe even zo, want het is echt... Ik zie niks. We gaan deze zooi hier allemaal opruimen. Oh, wacht even. Ik zie echt niks. Oh. Dus dat staat op de planning. We gaan gewoon heerlijk lekker de tuin een beetje zomer klaarmaken. Waterbakje voor Bente opzetten. En lekker spelen, hè? Gezellig gewoon, hè? Ja, ook waar. Dus ik zal het even afknippen voor je. Dus misschien hangt ook nog gewoon een heel
boekje in je nek. Dat ging ik als eerste even doen. Oh, jeetje. Even de kelder in. Ik moet wasmiddel hebben. Oh, jeetje. Want ik ga het beddengoed even wassen van ons. Dan kan dat ook lekker naar buiten. Het wordt vandaag weer, net zoals gisteren, 22 graden. Dus het is een heerlijke dag om lekker in de tuin te spelen en te doen. Beddengoed buiten hangen. Love it. Alle ramen boven lekker open. Trap lopen. Echt waar. Ik hou mijn hart vast als ik dat nu al heb. Jeez Louise. Niet te doen. Oeh. Nou, wasje aanzetten. Ik moet nog wat plantjes in de voortuin snoeien van dat siergras. Had ik eigenlijk natuurlijk al lang al moeten doen, maar goed. Die moet ik nog even afknippen. Ik heb een leuk plantje gekocht voor in de hoek in de voortuin tussen mij en de buurman. Dus die moet ik even planten. Dan is de voortuin klaar. Een beetje onkruid eruit trekken en dan gaan we gewoon lekker een beetje in de achtertuin rommelen spelen. Ik heb daar ook nog wat planten die ik moet snoeien en zo. Veel te laat mee begonnen hoor dit jaar, want normaal gesproken, echt wanneer het zonnetje schijnt doe ik het allemaal meteen. Hartstikke idee. Nou, dat is ook gedaan. Deze naar beneden. Ik heb ook nog waterballonnen. Maar dat is een verrassing dadelijk voor Bente. Is maar eventjes een beetje opruimen. Nou, Bente en Danny die zijn heel eventjes tuingereedschap halen. Kijk. Ik heb hier in dit hoekje. Daar. Niet dat je het nu heel erg ziet, maar ik heb dit plantje gekocht. Dat zijn pioenroosjes. Ik dacht dat is wel leuk, een beetje kleur. Maar nou ligt hier allemaal onkruid, dus dat zal ik eerst even weghalen. En dan ga ik hem mooi hier in die hoek planten. Dat is wel leuk zo. Daar. Kijk, en ik moet deze nog eventjes allemaal kort snoeien, zie je. Dit heb ik nog niet gedaan. Even een beetje weer het onkruid weghalen. En hier ook bij die boom. Super mooi. Kijk, daar gaan de hoe heet het, siergrasjes. Het ziet er alweer beter uit, hè? Die hadden al leuk niet gebeuren. Maand of drie geleden, ja. Helemaal niet. Jill, wat doe jij? Kom. Ik ga nou dit doen. Kijk, ik heb hier dat ding al geplant. Die wordt nog wel groot, dus dan zal die heel die hoek wel bedekken met mooie rozen. Dus dat is wel leuk. Beetje grind in die hoek gelegd, dan ziet dat er weer netjes uit. Nou, ik heb daar ook onkruid er allemaal uitgehaald. Even die randen hier nog doen. Maar dat komt natuurlijk ook een beetje overgewaaid van de buurman. Maar ja, die woont er ook pas net, dus die gaat dat ook nog niet doen als zijn tuin, dat is te begrijpen. Even onkruid. Dan ziet de voortuin weer netjes eruit. Jill, ga jij nou eens gewoon naar binnen. Heb je? Hé, doe dat eens niet, Bente. Hup. Misschien dat ik ook gelijk de ramen even doe, dan is het aanzicht weer netjes. We zijn in de tuin bezig. Ik kan alleen Bente niet filmen, want die is naakt, zie ik. Die is met de waterslang aan het spelen. Maar dat weerhoudt mij er niet van om even spontane pijn op Danny te gooien. Ah. Snel, want ik wil niet dat hij het ziet. Nee. Schrik.
kringen, die scheuren. Zo snel. Nou. Oh. Jeetje, die kringen die scheuren. Is toch niet leuk dit? Dat is één. Oké, ik zet jullie eerst neer, zodat jullie het goed kunnen zien. En dan ga ik mijn waterbron pakken en dan ga ik gooien. Zal twee zat zijn of zal ik er nog even snel wat mee doen? Zo jammer weer dit. Jongen, jongen, jongen. Wie wil er een ijsje? Verrassend. Kijk. We zijn lekker bezig. Let alleen even niet op de was. Ik moet even die bak nog doen. Danny heeft al die blaadjes van die bloesem weggedaan. Want de hele tuin was roze. Kijk, alles is weer schoon. Het pad. Gras. Kijk, ik heb die bak ook al voor de helft hier gedaan. Bente, kom, want jij bent naakt. Kijk, ik heb hier nog een klein beetje onkruid. Citroenboom, niet overleefd, dus die moet eruit. En ik heb hier ook nog een struik die ja, dood is gegaan. Dus het zal wel. Ik ga een ijs pakken. Is het weer een beetje lekker fris hier. Ja, voor een week. Nee, want die boom gaat niet meer uitvallen nou. Oh, ja. Dat geeft de grootste troep. Ja, en die honden die schijt alles om. Dat is helemaal niet waar. Chagrijn. Nou, ik ga een ijsje halen. Wat voor ijsje? Een citroen. Citroen heb ik niet. Wil jij zo'n aardbeienijsje of wil je zo'n ijsje die je vanmiddag ook had? Ja. Dezelfde? Of ja. Een aardbei? Oké, ga ik hem even pakken. Ja, ik verpak het. Kom eens hier met je arm. Even kijken hoe ik dat ga laten zien zonder dat ik haar op beeld zet. Kijk eens. Helemaal gekrapt. Een poes. Ze laat weer die kat niet meer rust. En toen was hij boos en toen pakte hij er. Ja. En dan zal je denken, goh, dan zal ze er een keertje van leren. Ja, wat denk je zelf? Het is een kind van de moeder, hè? En van Danny. Wij zijn allebei heel hardleers. Ze blijft het doen. Nou, ijs. Wat neem ik? Neem ik een aardbeienijsje, een split of een Solero Exotic? Ik voel me helemaal exotisch met dit. Wat? Zo flauw. Wat is? Dat is wel echt ijsjes op het moment. Dat wordt denk ik wel bijna een craving. En weer cola begint. Ik denk dat de cravings nou pas beginnen. Jij wil die? Een split? Die heb ik nog. Ja, maar dat kan toch? Nee. Ik neem gewoon een aardbeienijsje. Ik heb geen zin in een hele Solero. Nou. Kip. Zo. Deze bloemetjes in mijn tuin. Dat is een heel spiritueel plantje. Ja, jullie kunnen dat niet zien. Ik heb dat nodig voor mijn nieuwe bedrijfje. Dus dit is een uitprobeersel. Want ik ga de 8e. Wacht even, ik ga het jullie even beter vertellen. De 8e ga ik lanceren. En ik heb daar allemaal gedroogde bloemen en specerijen en zo voor nodig. Maar ik wil natuurlijk zoveel mogelijk uit eigen tuin. Dus ik heb wat nieuwe dingen geplant. Ik heb natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan. Welke krachten en wat voor betekenis. Dus hebben jullie ook een klein tipje weer van de sluier. Ga eens even weg met dat naakte lijf. En ja, dat is even een uitprobeersel. Ik hoop dat ze mooi opdrogen. Ja, moeten we even zien. Ik ga het voor jou openmaken. Dus dan weten jullie het. De 8e. Ja.
weet even niet op welke dag dat er valt. Maar dan ga ik lanceren. Dus. Dan gaat mijn webshop live. Ja, hi, kom eraan. We zijn... Olga gaat nou, omdat ik de camera erbij pak, gaat hij in één keer in de pan zitten roeren. Ja, tuurlijk. We zijn lekker aan het koken. Ons favoriete kostje op zondag. En dat is knoflookpasta. Kijk, uien. Heel veel knoflook. Gekookt water met zeezout en laurierblaadjes. En daar gaat dan die verse pasta in. Hierbij komt nog een Philadelphia. Een beetje à la Danny. En ja, Danny wil er spekjes op. Ik hoef dat niet. Moet nog even parmezaan raspen, hè? En dan kan het erbij en dan gaan we eten. Ik doe alles snijden en raspen en afwassen. Jij bent echt geweldig, hè, mama dag. Ik ben blij. Ik weet vanavond ook nog wel een klusje. Waarom? Als Bente naar bed is. Als men hier een half uur onder dekens is, Fini. Ja, daar dacht ik eigenlijk aan. Nee, het is nog warm hoor. Het is al lang afgekoeld, joh. Dat snap je wel, hè? Nou, even koken. Kunnen we eten? Want ik heb heel erg trek. Ik heb het idee dat dit een heel lange vlog gaat worden. Ik heb vandaag ook volgens mij echt veel al gevlogd. Papa, is dat die opa? Papa weer aan het afvallen. Maar ja, die vorige was niet zo lang en die daarvoor was ook heel kort. Dus dan weer even een keertje van 3 kwartier. Love it! Jij hebt dezelfde aan, hè? Doe jij even de kaars? Ja. Ik ga ook voor kaars. Goedenavond. Bent is al lekker op bed. Alles is al schoon. Ik heb even de was opgehangen. Alles is helemaal netjes. Ik ga even een boodschappenlijstje maken, want ik was te laat met online bestellen. Dus voor morgen. Dus dat is dikke vette pech. Ik heb morgen dus boodschappen gaan doen. En ik heb helemaal geen hekel aan boodschappen doen. Totaal niet zelfs. Alleen met Bente is dat dus echt totaal niet gezellig. Maar goed, het is niet anders. Dus ik ga lekker douchen. Boodschappenlijstje maken. Tokkiepak aan. Voor de rest helemaal niks. En mijn nest. Klaar mee vandaag. Wat? Dat is er niet. In mijn pakje. Ik heb niet meer fruit meer. Heb je niet meer fruit meer? Kijk. Ja, ik zie het. Het is allemaal. Ja, maar weet je, we kunnen ook een punt paprika en een wortel mee naar school nemen. Of komkommer heb ik ook. Ik heb komkommer en een avocado. Nee, ja, die avocado die krijg je echt niet mee. Kies maar wortel en een stuk komkommer of een punt paprika. Goedemorgen trouwens. Wortel met wortel. Komkommer met wortel? Dan doe ik dat wel in jouw snackbakje, goed? Ja, die past niet meer. Ga jij maar alvast op je plek. Je brood komt eraan. Je zou het ontdooien. Want je moet zo weg. Dus, hup. Ik zal even het eerste snackbakje allemaal doen. Kijk, ze waren echt super fijn. Van de Action. Die mag 80 cent. Die mag toch opeten. Hoe vind je het dus? Mag ik opeten? Nou, jij krijgt daar eerst brood. En ik ga even dit bakje voor jou doen, voor school. Dan doe ik even wortel in en komkommer. Als jij nou even gewoon die kant op gaat. Jeez. Deze moet ik niet vergeten. Ik ga haar namelijk inschrijven voor het schooltje. Of in ieder geval voor een school. Oh, is die druk? Ja, hè? Geef niks. Ja, laat liggen, Bente. Dat is de inschrijving. Blijf er af. Had ik hem al aangezet? Ja. Want ja, dat is ook alweer van belang, hè? Want volgend jaar gaat ze gewoon al naar de basisschool. Ja, ik ga naar
paaskoek. Ja, ik weet het. Echt waar, zij is altijd meteen aan, jongen. Dat is toch niet te doen? Boven. Nee, je hebt hem toch meegenomen? Nee. Oh, nou, dan moet je hem even halen. Dan weet ik het ook niet. Nou, het is weer een beetje hectisch, zoals altijd. Snackbakje. Kan dat er zo in? Die wel. Koffie. En dan ga ik haar eventjes wegbrengen. Een hele grote bestelling van Shein. Shein. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. De een zegt namelijk Shein en de ander zegt Shein. Whatever. Lekker boeiend ook. Het is echt een flinke tas. En dit zijn alle items die ik ga houden. Ik ga jullie niet allemaal laten zien. Jullie zien dat vanzelf wel een keertje verschijnen. Nou koop ik daar nooit niks. Trouwens, dat is niet waar. Ik heb daar trouwens ooit één keer een legging gekocht. Volgens mij toen ook met mijn zwangerschap van Bente, dacht ik. Het is natuurlijk heel goedkoop. Dus ik heb nou iets van 8 items en ik was 65 euro kwijt. Want ik dacht, ja, ik ga niks passen dadelijk in de zomer. Want dan ben ik natuurlijk ook zwanger. Ik wil gewoon een beetje wat goedkopere, leuke items voor één seizoen. En daarna zet ik het gewoon op Vinted. Of ik geef het aan een vriendin. Ja, en daar zat ik dus even over na te denken. Ik denk, oh ja, Bente was er natuurlijk in de winter. Dus ik heb sweaters en 2 zwangerschapsspijkerbroeken. Ja, daar ga ik natuurlijk daar in juni en augustus en zo niks aan hebben. Dus ik dacht, weet je wat? Gewoon een beetje van die goedkope items. Ik heb allemaal van die two-piece setjes. Dus bikershorts met zo'n oversized tee. En dan van die rokjes met zo'n crop top erop. Heel leuk wel, toch? Ik had dat niet verwacht eigenlijk van die site. Maar goed, ik ben geslaagd. Jullie zien het wel een keer verschijnen. Ja, en wat ik al zei, ik ben over de 15 weken. Ik heb volgens mij volgende week woensdag, want we zitten nu op vrijdag, een echo. En dan zou je eigenlijk volgens mij ook kunnen weten wat het is. Want volgens mij kunnen ze tegenwoordig al wel met 14 weken kunnen ze kijken of dat ze het zien, hè, meisje of jongen. Alleen nou was ik heel slim. Achteraf heb ik er spijt van. Ik had gevraagd, kan het een keer op een woensdag? Want ze wilden me eigenlijk altijd op dinsdag laten komen. Toen zei ze, ja dat kan wel, maar dan krijg je die en die. En die is nog in opleiding. Dus die laat wel even de baby zien via de echo. Maar die doet geen metingen en zo. En toen zei ik, oh, vind ik niet erg. Ik vind het wel leuk als Danny ook een keertje mee kan. Ja, want ik ga eigenlijk altijd alleen. En nu denk ik in één keer, oh, ik wil zo graag weten wat dit is. Dat gaat zij mij niet kunnen laten zien. Dat gaat zij mij niet vertellen. Misschien wel. Ik hoop het. Nou ja, in ieder geval. Ik ben echt heel benieuwd. Laat even in de comments weten. Dat vind ik wel leuk. We gaan een spelletje doen. Team boy, team girl. Van mijn part doe je het met een blauw hartje of een roze hartje alleen. En dan ga ik dan eventjes tellen. En dan zullen we wel zien of dat het, ja, wie er gelijk heeft. Ik durf eigenlijk zelf geen uitspraak te doen. Mijn eerste vermoeden ging namelijk eerst altijd uit naar meid. Maar dat komt omdat ik natuurlijk al een meid heb. Dus ik denk, ik zal wel weer een meid krijgen. Ergens hoop ik stiekem een jongetje. Het maakt me natuurlijk niet zo heel erg veel uit. Maar nou, dan heb ik wel een meisje en een jongen. Dat vind ik wel leuk. Dus ik ga voor team blauw. Maar dat is meer omdat ik dat mijn voorkeur daar eerder naar uit zou gaan. En niet omdat ik een vermoeden heb. Ik denk namelijk zelf, ja, ik weet het niet. Een meid. Omdat ik al een meid heb. Maar, nou ja, je snapt wat ik bedoel. Wat ben jij? Team blauw, team roze? Oh nee, dat mag natuurlijk weer niet. Nou en, team blauw, team roze. Unisex gebeuren allemaal. Het is goed.
En dan laten jullie dat denk ik in de eerstvolgende vlog wel weten. Goed, actie ondernemen. Ja. Ook dit even terugsturen dadelijk. Inpakken. Kunnen we dat ook gelijk wegbrengen. Ja, wat wil je dan? Moet ik een broodje maken dan? Ja, die moet ook niet ontdooien. Ja, die moet wel ontdooien. Nee! Oh, meid. Wil je noedels? Ja. Nou, kom pakken dan. Ja, die moet je wel koken. Nee! Nee, wil ik niet. Ja, je kan hem niet zo eten. Ja. Nou, dat kan niet. Kijk, met kip. Nee. Nee? Nee. Oh nee. Oh nee, je stoel staat erop. Ik heb alles schoongemaakt. Dus hij moest even omhoog. Niks aan het handje, vriendin. Hem niks. Wel stoppen met huilen. Want daar ben ik wel. We zijn nog niet binnen en je loopt alweer te pieken. Even normaal, alsjeblieft. Ja. Doe even rustig. Ja? Leuk hè, naar school. Ik wil niet naar school. We zijn altijd heel gezellig. Wat is dit nou de hele tijd? Oh, als je van school afkomt, dan krijg ik zo eentje thuis. Gezellig. Oh, volg met mij. Zo klaar, want het water is al gekookt. We hebben een koeker, weet je nog? Zit rustig aan de noedels. Sesamstraat te kijken. De driftaanval is voorbij. Gelukkig zijn die altijd heel snel voorbij, want ten eerste ze weten ook dat ik dat niet pik. Ik zet er gewoon even op time-out. Even rustig worden. Ja. Is het lekker, schat? Wat heb je? Ja, kijk uit, want je gooit het van je bord. Oh. Lukt het? Ah, wel een monster. Kijk uit voor je kleding, gele zooi. Nou, rustig. Ik heb een bakje thee. Ik heb alles schoon. Het ruikt hier heerlijk fris. Schone was. Alles is gedaan. Alleen nog even een doekje over de dingetjes heen. En dan even dit weer een beetje opruimen. Want... En dan heb ik in ieder geval een heleboel gedaan vandaag. Boven nog even doen. Wc een grote schoonmaak nog. Ik ben klaar voor deze week. En dan is het weekend. Ik ga ook even eten. Ik neem lekker een afbakbroodje. Daar heb ik heel erg veel zin in. Oven aan. Hartstikke idee. Ik even lekker wat eten. Dan gaat zij waarschijnlijk wel even... slapen. En dan had ze ook met een vriendinnetje afgesproken op de straat, hier. Om te spelen. Dus die gaan allebei even eten, tukkie doen en dan... ja, zij een tukkie doen, maar... Dat hadden ze afgesproken, dus dan... Dus dan gaan we maar buiten spelen, want het is nu vandaag een beetje droog. Hè? Mei. Lente. Ja. Hallo. Schiet even op. Jeez. Kom op, Tinkerbell. Ja. Ik heb niet Tinkerbell. Jawel. Kom, we gaan even snel. De auto in. Chop, chop. Dat mag niet.
Mag dat niet? Nee. Waar kom jij vandaan? Uit Gelderland zeker? Mag dat niet? Dat mag niet thuis hoor. Dat mag niet. Dat mag niet. Oh, echt waar. Dat mag wel. Oh. Echt, soms praat jij zo grappig. Het is echt een mengelmoes van Purmerend en Brabant. Dat mag niet. Ik geef een stuk. Oh, het is heet in één keer. Het is weer zo raar. Meer dan een week. Pakken met regen. Net wat ik net al zei op mijn verjaardag. Pakken met regen. En nou geeft hij in de auto 25 graden aan. Nou, echt waar. Wat is dit nu weer? Wat gaan we doen, Menta? Boodschapje. Ja, eventjes wat dingetjes voor het weekend. Ik krijg natuurlijk op maandag altijd... Frietent. Frietent, zei ik dat? Ja, ik heb tientjes. Dat heb ik helemaal niet gezegd. Dat heb ik. Maar in ieder geval. Ik krijg natuurlijk altijd op vrijdag de boodschappen. Nou raak ik helemaal in de war. Hou nou eens even je kanarie. Zijtje, ik krijg altijd op maandag mijn boodschappen. Oh, maar dan op vrijdag haal ik altijd wel eventjes wat dingetjes voor het weekend en zo. Fruit is op en eventjes wat lekkere dingen voor op brood. En wat chippies, hè, die waren ook op. Oh ja, ja, ja. Dat denk ik ook. Nee, net de hele tijd niet tukkie willen doen en nou zeker gaan slapen. Nou, je bekijkt het maar. Ga je zullen jaren doen? Nee, boodschappen doen. Oké, ja. Zie je deze schapen? Kijk eens naar die horens. Dat is toch... Streed uit de onderwereld komt die toch. Met eten. Met babytjes, maar echt altijd als ik dat ding zie, dan moet ik gewoon... Jeetje, wel een heel mooi fotootje dit zo. Kijk even, wat een uitzicht. Ik ben meneer Schaap en mijn naam is Satan. Even melig. Dag. Nou, dag. Dag. Hier, Valentijntje van me. Netjes op je stoeltje zitten. Let's go. Zo, even weer 44 euro, hé. Even fruit. En wat dingen voor het weekend. Ik wil zeggen... Hè, wij houden nogal wel van luxe dingetjes, hè. Dus ik heb ook katerspek voor bij de ei in het weekend. Verse kaas. En... pompoen. Voor mijn pompoensoep. Ik wist het. 3 pakken ijs. Was in de aanbieding. 2+1. Hi. Dus ik dacht, ja, ik neem dat ook maar gelijk mee. Want wij zijn nogal met dit soort weer fan van ijsjes. En die gaan hier ook altijd razendsnel. Oeh. Wil je eruit? Nou, dit allemaal weer opruimen. Mijn vriendin heeft een donut. Voor mezelf natuurlijk ook eentje. Die mag je zelf natuurlijk nooit vergeten. Wat chic idee. Soepje maken nog van het weekend. Nou, hebben we alles weer gehad. Is hij lekker? Hey, niet alleen een lekkere bovenkant eraf eten, hè? Je eet hem helemaal op. Er zit alleen dat glazuur eraf te happen, joh.
PostNL. Woep woep. Ik had slippers besteld. Die kan ik jullie wel laten zien en het andere kan ik jullie niet laten zien. Want dat is voor iets wat ik nog niet kan delen. Nog steeds niet. Zo flauw. Ik heb net gegeten. Oh. Oranje mond. Hier nog één. Lekker. Proost. Proost, pion. Oh, joh, niet zo hard. Papa is weer weg, want opa is overleden. Danny zijn opa. Bent er de grootopa. Dus die is even naar zijn ouders toe. En dan gaat hij waarschijnlijk ook nog heel even daarheen. Hij is vandaag overleden. Dus ja, dat is wat minder. Maar het zat eraan te komen, dus... meteen weer weg. Die kwam thuis en die ging meteen weer de deur uit. Ik had eigenlijk een hele leuke prank op de planning staan. Maar ja, dat leek me nu niet zo gepast. Dus die onthoud ik even en dat doe ik wel volgende week in de vlog. Konden we nou niet echt doen. Er hebben meer mensen... daar lastig had tijdens hun zwangerschap. Dat je dan zo trek hebt in je eten. Dat je zoveel eet dat ik gewoon nou... gewoon niet weet hoe ik moet zitten. Zoveel heb ik mezelf zitten vreten. Het is echt... ik heb zelfs moeite met ademhalen. Oh, ik had rijst met chili con carne. Dat vind ik zo lekker. Ja, echt. Ik heb gewoon 3 borden. Echt gewoon volle borden gegeten. Gewoon van ellende niet hoe ik moet zitten. Ah, mijn pens. Help, wat is er? Oh, meid, je hebt net gedoucht. Kijk nou naar je haar. Vriendin. Kijk eens allemaal in je haar. Je pyjama. Poes ook helemaal onder. Kom eruit. Ik wil je helpen. Hoezo? Ik ga eraf. Meid. Nemo. Laat hem los. Laat hem los. En mijn vrienden. Mijn ballonino. Laat hem los. Laat hem los. Bente, het is een oude... oh. Kijk nou hoe je eruit ziet. Laat hem even los. Nu los. Nou is het niet meer leuk. Los is los. Kom maar, Nemo. Waar gaat hij weer op? Nou, ja, de snap... oh, meid. Din, ik heb alles gezogen en getwijfeld. Kom hier, er zitten gewoon torren in je haar. Oh, het is een dode vlieg. Bente, je hebt net gedoucht. En het huis is helemaal schoon. Kijk. Ja, kijk. Meid. Waar? Een ja. Beest? Nee. Een beest in mijn haar. Het is bij je haar. Ga naar binnen. Dat is papa. Mijn opa, toch? Die is niet beter. Nee. Hij is heel moe. Ja, die is heel moe, ja. En die slaapt. Ja, die slaapt. Ja, ik kan de oma. De oma van de opa. Ja, opa wordt niet meer wakker, hoor. Nee. Dat weet je wel, hè. Het is bedtijd, hoor, Bente. Mijn kerstmoedjes. Bente gaat naar bed. Mijn kerstmoedjes. Red de katet naar beter bed. Mama.
Mama. Wauw. Je mag dit nog even afkijken en dan is het bedtijd. Goed? Ik weet ook niet hoe laat Danny thuis komt. Best wel laat, denk ik. Dus ik ga hem denk ik gewoon maar lekker afsluiten. Dan kunnen we van dit weekend gewoon weer een lekkere frisse vlog starten. Zullen we dat doen? Of niet? Ja. Oké. Okay. Dus gaan we dan zeggen tot de volgende keer? Oké. Tot de volgende keer. Oké. Bedankt voor het kijken. Kijken. Hoi, uitzetten. Ja. Zeg maar doei. Doei. Uitzetten. Tot volgende week. Oké. Ja. Uitzetten. Doe maar, op het knoppie. Ja. Ja.